Je ziet de actiebereidheid toenemen, hè? Zolang dat Amsterdamse Bostheater niet is gered. Aan de rellen in de jaren 70. Maar de politie houdt vol dat alles onder controle is. Die woede, ze zijn emotioneel zo ongeremd soms. Zij stellen gewone Amsterdammers verantwoordelijk voor het uitblijven van donaties. En dan zeggen ze, zij geen uitje, wij geen uitje. En als je dan die beelden ziet, die blokkade van de Nieuwmarkt, dat vind ik toch wel gedurfd, hoor. Heel gedurfd. Nee, ik hoorde er meer dan mensen over, maar het is mij helemaal ontgaan. Van de onrust, nee, we hebben er eigenlijk weinig van gemerkt. Ik heb wel wat van gehoord. Nee, zelf geen inzetten gehad vanwege onrust. Mensen kwamen gewoon binnen, gingen gewoon eruit, dus was er niks aan de hand. Kijk, je mag natuurlijk nooit zwichten voor geweld. Maar ja, het kan natuurlijk toch een keertje ontsporen met die boos kabouters. En een donatie doen voor het Amsterdamse Bostheater? Ja, daar kan ik moreel achter staan. Nou, niet zo smerig.